Ja, hier zien we een waterbakje voor de vogels. Een vogelwaterbakje. En dit zijn ideale plekken waar muggen, larven in tot ontwikkeling komen tot volwassen muggen. Op muggenradar.nl vragen we mensen door te geven, heb je nou veel, een beetje of heel veel mugoverlast? En wat daar opvalt is dat juist Gelderland, dat daar heel veel mensen, relatief veel mensen aangeven dat ze veel of heel veel mugoverlast hebben. We zijn nog op zoek wat de verklaring is, maar mogelijk ligt dat in juni. Begin juni was droog in Nederland, maar begin juni hadden we in een groot deel van Gelderland nog een flinke neerslag. En dat heeft waarschijnlijk voldoende watervoorraad gegeven voor de muggenlarven die in water zitten, om die droge periode door te komen. En dat lijkt dus meer het geval te zijn dan in andere delen van het land. Ja, de afgelopen dagen natuurlijk fantastisch mooi weer, hoge temperaturen, en dat stimuleert de bijtactiviteit van muggen.